En het zijn allemaal hele mooie boeken. Heftig dit. Heel heftig. Hoe ga ik dit doen op de fiets? Woedende taferelen. Luca stormt op jou af. Voor de croissant. In het wit. Ik dacht, doe eens gek. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Jawel, jawel, jawel. Ik heb even een kleine week, denk ik, niet de camera aangezet. Want ik was me toch een partijtje ziek. Nou, echt niet normaal. Ik heb 2 keer een test gedaan bij de GGD. Omdat ik gewoon niet kon geloven dat het geen corona was. Ik was zo verkouden en ja, de heet hoesten, heel erg hoofdpijn. Nog steeds voel ik me niet in orde. Maar ja, ik heb 2 keer een test gedaan bij de GGD en elke keer dus negatief. Dus ik denk dat het gewoon een ander griepje is. Maar ja, je ziet hier ook op de achtergrond een ballon. Dat geeft aan hoe ziek ik was. Want zelfs mensen stuurden mij ballonnen. Ja, dan weet je het wel. Nee, Fiti heeft mij een ballon gestuurd met helemaal beterschap. Want ik, ja, ik ben gewoon letterlijk hier 5 dagen een soort caveman geweest. Hij heeft hier in bed gelegen. En Wout die gewoon alles moest doen met de boys. Gewoon, het was even aanpoten. Maar ik ben zo blij dat ik me nu ietsje beter voel. Ik heb nog steeds wel een soort wazig gevoel en hoofdpijn. Maar ik heb zoveel dingen te doen voor werk. Echt, ja, het is, ik loop gewoon enorm achter. Dus ik moet gewoon aan de bak. Ik krijg helemaal anxiety als ik zie wat ik allemaal moet aanleveren. Dus ja, ik heb natuurlijk ook gewoon kinderen. Dus ik kan dat niet allemaal laten afwachten. Ik moet vrijdag alles aanleveren. En dat ik dan alles op donderdag pas maak. Dus ik ga nu naar kantoor en dan ga ik gewoon al wat dingen opnemen. Ik heb waarschijnlijk daar ook heel veel pakketten. Dat denk ik, want ik ben echt al een tijdje niet op kantoor geweest. Ik heb trouwens een witte broek aan. En dat heb ik in tijden niet meer aangehad. Ik laat zo wel even in de spiegel op kantoor de hele outfit zien. Maar ik ga nu snel, want ik had de ochtend niet de kids, nu dus. En om 1 uur heb ik weer de kids en dan kan Wout dingen doen voor werk en zo. Dus geen tijd te verspillen, ik ga er vandoor. Ik ben aangekomen op kantoor en er staan hier allemaal bloemen achter mij. En dat is volgens mij allemaal van Joey. Want die had hier zo leuk de viewing van zijn nieuwe show waar hij aan meedoet. Like Me, I'm Famous op Videoland. Kon ik en Wout helaas niet bij zijn omdat ik dus zo ziek was. En Wout moest dus bij de kindjes blijven. Dus toen had hij hier helemaal leuk met wat mensen. Gingen ze dat kijken. En zoals ik zie heeft hij allemaal bloemen gehad. Helemaal leuk. Nou, er zijn minder pakketten bezorgd dan ik had verwacht. Namelijk alleen dit pakketje van Charlotte Tilbury. En dat is altijd leuk om te ontvangen. Dit keer is het een poreless primer met een SPF erin van 50. Altijd leuk. En heel veel pakketten zijn nog niet aangekomen. Dat is raar. Je hebt ook allemaal van die briefjes, weet je wel. Dat je het moet gaan ophalen ergens. Ik vind dat zo irritant. Hebben jullie dat ook? Dat je dat zo irritant vindt. Dat als je dus even niet thuis bent. En in dit geval niet op kantoor. Dat het dan soms, vooral door DHL, op een locatie wordt gebracht. Nou, gewoon letterlijk de andere kant van de stad. Dat je denkt, ik woon hier. Of mijn kantoor is hier. Hoezo breng je het dan niet bij dat DHL-punt? Gewoon letterlijk 50 meter verder. Nee. Dan moet het helemaal in een andere soort van buurt. Nou, ik heb dit al zo vaak meegemaakt. Zo irritant. Dus ik ben bang dat ik zo meteen een rondje stad moet gaan doen om al mijn pakketten op te gaan halen. En nu belt Snoef. Hi Snack. Hi Snoef. Hi. Ik kom hier even naar huis, ik kan geen brood voor ze halen. Want ik zit hier bij een badje en onder het zand. Ja, ik ga nu hier weg. Maar ze hebben dus nog geen lunch gehad. Alleen een krentenbol. Oké, ja. Ik ga nu weg. Top. Helemaal goed. Maar dan weet je dat even. Ja. Gaat het wel goed? Als je bent, dan kun jij... Ja, zeker. Dan kun jij even opletten. Dan kan ik even boven lunch verzamelen. Ja. Oké. Tot zo. Doei. Jo, bye.
Nou, dat klinkt gezellig. Je hoort het. Ik moet gaan. Ik heb hier ook best wel wat kunnen doen. Vooral heel veel administratie. Ja, dat moet ook gebeuren. En nu ga ik lekker naar mijn mannen toe. Gaan we lekker lunchen met z'n viertjes. Leuk. Ik zou nog even mijn hele outfit laten zien. En ik heb lekker zo'n groot shirt aan. Die heb ik wel vaker aan. Er zit ook een soort van leuk gedraaid. Ik weet niet of je dat kan zien. Oh, wat moeilijk om dit te laten zien. Hou op. En deze Levi's broek in het wit. Ik dacht, doe eens gek. Deze heb ik letterlijk al, nou, ik denk 7 jaar. En die heb ik gewoon nooit meer aangedaan. En toen dacht ik, hey, leuk. Met die witte sneakers erbij zo. En een beetje opgerold. Helemaal lachen. Heel. Maar ik voel me ook af en toe even vandaag een soort tandarts. Kunnen jullie dat begrijpen? Net had ik ook dit even uit, omdat het zo warm was. Nou, en dan is het, hallo, ik ben een tandarts. Echt? Dus dit moet wel aan, want anders ja, denken mensen misschien echt dat ik even pauze heb als ik op straat loop. Nou, inderdaad, ik moest letterlijk andere kant van de stad. Nou ja, dat is overdreven. Het is 5 minuten fietsen. Maar toch, pakketje lag hier, 2 pakketten zelfs. Ik had helemaal goed een eigen tasje mee, maar dat gaat niet passen, denk ik. Hoe ga ik dit doen op de fiets? Kijk even hoe leuk. Dit cadeau heeft mijn vader meegenomen voor de kids. En ze zijn obsessed hiermee. Want je moet dus zo'n dingetje hier doorheen doen. En dat kunnen ze dus ook. Dus ik was helemaal trots. En dan gaat het dus zo. Hier zijn ze dus nu echt helemaal idolaat van. En dan gaan ze de hele tijd om zijn beurt zo het erin doen. Dat is zo schattig. Echt een leuke cadeau. En dit is ook ouderschap. Woedende taferelen. Maria is boos. Woedend zelfs. En heeft met alles lopen smijten. Ja, het zit helemaal hier. Ja, het zit ook daar. Oh, en allebei erachteraan hoor. Vermoorde onschuld nu. Helemaal stil en zoet, terwijl net werd de tent afgebroken. Ik dacht, ik film het ook niet te lang. Als ik het te lang film, dan zetten jullie waarschijnlijk die video uit. Konden wij soms maar die video uitzetten? Helemaal blij. Helemaal vrolijk. Ik ben weer thuis. En echt, ik verging van de hoofdpijn. Het kwam er opeens weer allemaal tegelijk uit. Dus, of tegelijk uit, dat klinkt heel raar. Nee, je begrijpt wat ik bedoel. Ik was gewoon opeens ook zo moe en hoofdpijn. En de boys die slapen. We hebben ze even in bad gedaan, want ze waren echt, nee, je hoorde het al aan de telefoon, alleen maar aan het huilen. Dus toen hebben ze even in bad gedaan, dat hielp, dat vonden ze heel erg leuk. En toen heb ik even lekker hun in een pyjamaatje gedaan en voorgelezen. En toen heb ik ze in bed gelegd. En nu ben ik even aan het chillen hier in de woonkamer. Kijk even hoe leuk. Ik heb deze mannen gekocht bij Intratuin. En ik vond dat zo leuk staan bij de muurkleur. Oranje-roodachtig. Nou, oranje eigenlijk. Ik heb er nu 2 gekocht. Maar ik weet nu al dat ik er heel wat meer ga kopen. Want je kan er gewoon lekker allemaal troepjes in kwijt. Deze mand zit ook helemaal vol met paparazzen en zo. En dan staat het gewoon leuk, zeg maar, op een plank. I like it. Ja, let alsjeblieft niet op dit, op deze troep. Want dit moeten we nog helemaal in orde maken. Ik durf eigenlijk dit niet te laten zien, maar oké, here you go. En hier ligt al onze troep. Al onze kartonnen dozen, want ja, we verzamelen nogal wat karton en papier. Dit is slechts van een aantal dagen. Maar dat doen we allemaal in deze kamer. Dus dit is eigenlijk een beetje de troepkamer geworden. Heel erg zonde. En deze staan hier ook. Hier komen de kids namelijk zelden.
Maar goed, dit moeten we dus echt nog even ordenen, zoals je kan zien. Hallo daar. Wout die zit lekker VI te kijken. En ik sta eigenlijk op het punt om naar bed te gaan. Want ja, dat hoef ik nou niet echt mee te kijken. Ik zoek even het licht op. Zo, ik heb even een lichtje aangedaan. Het was hier wel heel donker, want ik wilde namelijk even wat met jullie delen. Voordat ik mijn bed induik en naar beneden ga. Namelijk, het is heel grappig dat, ik weet niet of jullie dit herkennen, maar je zit best wel in het leven in een soort rat race. Ik wil namelijk een hele goede carrière. Ik wil een hele zorgzame, lieve moeder zijn voor Wolf en Luca. Ik wil heel veel quality time met Wout. Ik wil mijn vrienden zien. Ik wil mijn familie zien, mijn moeder. Ik wil het liefst 3 tot 4 keer in de week roadcyclen, fit blijven. Ik wil het liefst ook boeken lezen en mezelf doorontwikkelen. Ik wil het liefst elke dag podcasts luisteren. Ik wil zoveel in het leven. En soms is dat gewoon heel vermoeiend, vind ik, aan mij zijn. En ik denk dat, ja, dat heel veel mensen dit ook wel hebben. Dat dit ook een beetje de generatie van nu is. Alle gebieden gewoon bam, sky high wil gaan. En nu besef ik gewoon weer even, nee, ik moet echt een paar dingen laten gaan. Ik kom eigenlijk tot de conclusie dat ik wat minder hooi op mijn vork moet nemen. En dat ik soms ook wel wat meer aan mezelf mag denken. En sommige dingen iets minder aandacht moet geven. Want ik kan niet op alle fronten, zeg maar, zo hoog presteren. Op het gebied van vriendschap, relatie, carrière, moeder zijn, alles tegelijk. Dat lukt gewoon niet. En dat vind ik eigenlijk best wel de grootste struggle van het moederschap. Dat je gewoonweg niet meer alle ballen hoog in de lucht kan houden. Je moet een paar ballen laten vallen. Of op zijn minst er vrede mee hebben om er wat minder aandacht aan te besteden. Je kan niet alle ballen die ik net allemaal opnoemde allemaal hoog houden. Dat lukt gewoon niet. En soms wil ik dat gewoon niet geloven. En dan loop ik tegen de lamp aan. En dan, ja, dan word ik dus ook ziek. Ik denk dat dat enerzijds te maken heeft natuurlijk met alle virussen op de crash. Plus dat we zo hygiënisch hebben geleefd door corona. Maar ook omdat ik gewoon dan als een jekko doorga. En niet goed genoeg aan mezelf denk. Aan wat ik eigenlijk aan kan. Dus ik zie dit echt even als een reminder. En dit was wel even een weekje voor mij ook van persoonlijke groei wel. Ik probeer dat regelmatig, zeg maar, echt in te lassen. Om daaraan te werken. Aan mezelf. Maar soms word je dus ook gedwongen, zoals nu. Ik heb nu gewoon gedwongen. Werd ik gewoon met mijn neus op de feiten gedrukt. En trek ik daar ook weer allemaal lessen uit. Waar ik te hard in ga. Waar ik tegenaan loop. Wat ik echt wil in het leven. Waar ik me op wil focussen als ik weer beter ben. Heel veel dingen om over na te denken. Mooie dingen. En nu moet ik echt gaan slapen. Want ik zie er ook echt zo moe en nog ziekig uit. En ik wil gewoon weer helemaal fit voelen. Dus ik ga naar bed. Goedemorgen zonder zorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, hey. Oh, je had niet tegen mij. Hè? Jammer weer dit. Weer tegen die camera. Ja, ik zou zeggen dat je er nu al aan gewend bent. Je zegt je camera eerder goedemorgen dan mij. Oh, dat is echt niet waar. Dat er al een hele ochtend op zit. Ik denk, wanneer ga ik er eens wat van zeggen? Hij is wel. 8 uur. Ja, jongens hebben honger, maar wat gaan we nou weer maken dan? Weer pindakaas. Moet even creatief worden met ochtendbeleg. Dat is zo lastig. We doen altijd of pindakaas, of appelstroop, of jam. En verder dan dat komen we niet. Want we willen geen Nutella troep en zo, zonder suiker allemaal. Nee, ik had laatst een groentespread voor ze gekocht. Nou echt, ze keken ernaar, ze namen een hap en het ging allemaal. Ze vonden het niet te hakken, nee. Nee, dus we ja. Jam? Nee, ook niet. Hebben we niet. Dus pindakaas het is. Kijk eens wel wat papa heeft. Lekker broodje. Broodje. Lekker. Ja, ik snap het. Ik heb ook honger. Papa moet zelfs nog langer wachten met eten. Dan jij. Lekker. Doe maar hoor. Ik ja, voor jou ook. Schat. Jij ook? Atte.
Atte is nu eten. Atte. Nou, ik zit net lekker een koffietje te drinken, maar ik ben dus al gewoon langer dan een week mijn smaak en reuk kwijt. Corona. Dus die koffie is gewoon alles behalve satisfying, terwijl dat is een van de belangrijkste momenten van mijn dag. Namelijk die eerste 4 koffie in de ochtend. I live for that. En dat ik dan nu dat gewoon niet kan proeven, nou dat is gewoon... Ja, waarom zou ik nog opstaan? Nou zeg, wat een drama. Nee, maar wel gewoon... Wel uitgelegd, ik vind het wel echt heel belangrijk. 2 keer een coronatest hebt gedaan. Ja. Omdat je dus je smaak en geur, je denkt, I know. Is het symptoom. Nee, dat heb ik helemaal nog niet uitgelegd. Dat heb ik wel op Instagram gezegd trouwens. Maar ik heb dus 2 keer een coronatest gedaan. Na 5 dagen en 7 dagen, nou dat moet goed zijn. Ja. Maar ja, het is echt negatief. Dus op de... Crash was namelijk een corona-uitbraak. Dus ja, toen wist ik gewoon zeker dat ik dus ziek werd en ook corona had. Ja. Maar ja, 2 keer negatief bij de GGD. Niet een of andere shady test van een drogist of zo. Nee, echt helemaal official. En ik heb het niet. Dus, Maar wat er ook heel erg heerst, is het RS-virus. Oh, dat vond ik ook eng. Dat zag ik ook dan voorbij komen en zo. Met babytjes en zo. Heel heftig. Ik wist niet eens... Ik had er niet eens van gehoord. Maar dat zou het misschien ook kunnen zijn. Want ik had heel erg last van kortademigheid. Heel benauwd en heel verkouden. Dus misschien was dat het wel. Ja. Hij doet het. Hij doet het? Ja, ik mis een snaar. Oh. Hoe kan dat? Dat is gesprongen. Oh. Gaat papa voor jullie zingen? Ik vind het zo leuk als je gitaar speelt en zingt. Echt, dan word ik nog 2 keer meer verliefd op je. Weet je wat Roos laatst zei, weet je dat nog? Nou. Een vriendin van mij die zei, het meest onaantrekkelijke vind ik een man die op een gitaar gaat spelen voor een vrouw. Zij zei, daar krijg ik zo kriebels van. Nou, ik vind dat onbegrijpelijk, sorry. Roos, wij geloven dat niet. Ik kan me dat niet voorstellen, want hoe mooi is het als iemand gewoon muziek kan maken? Ik benijd dat juist. Zo, er heeft hier maar even iemand met zijn vieze handjes aan gezeten. Ik wil even naar een gitaarwinkel, ik heb er al eentje gevonden. Dan ga ik even een nieuw snaartje op laten zetten. En dan kan ik maar even lekker gewoon gitaar spelen, dat is leuk. Je kan toch ook I'm Yours? Even de akkoorden gekeken. Want ik heb mezelf het allemaal aangeleerd. Ik kan eigenlijk helemaal niet gitaar spelen. Ik heb het gewoon zelf een beetje geleerd. Ik heb ooit toen ik 15 was steeds gitaar gekregen. Wat is er, schatje? Lijkt me ook intens moeilijk. Ja, papa moet stoppen met kattengejank. Nee, ik vind het leuk. Ik vind het leuk.
the train no more, no more. We cannot wait. I'm yours. Nu kijk ik heel bedenkelijk. Denk nou, pap, hier. Wil jij mee spelen? Deze man wil alleen maar opgetild worden door mami, hè? Anders is het leven niet meer leuk. Nee. Ik ben al helemaal ready, zoals je kan zien. Heel vaak doe ik gewoon altijd 's ochtends een lekker soort van joggingpakje aan. En dan bekijk ik gewoon later als ik de deur uit moet voor een afspraak of zo, wat ik dan aandoe. Dus we beginnen vandaag in dit roze pakske. Ik had helemaal zin in roze, paars, helemaal gezellig. Het is super mooi weer, dus ik dacht, ja, dan wil ik altijd even iets met kleur aan of wit. Maar wit is niet zo slim met kinderen. Nee, dat blijft niet lang wit. Ik ga even ontbijtje maken. Zoals jullie weten is dat altijd yoghurt met fruit en de mixen van Your Super. Ik denk dat jullie het wel vaker voor mij hebben zien komen. Ik neem dit letterlijk elke dag in mijn smoothie of in mijn kommetje met yoghurt. Het werkt heel simpel, want je doet gewoon alle fruit erin. En dan doe ik gewoon van alles vaak een lepel erin. Dit is de Superwoman Bundle. Deze 5 mixen. Die zijn ook alweer bijna leeg. En deze had ik er even bij gezet, want die vond ik wel leuk om te laten zien. Want deze doe ik heel vaak in mijn smoothies. Dus als ik hier een groene smoothie maak, doe ik heel vaak een paar lepels hiervan bij. Maar nu wordt het een combi van de Plant Collageen, de Forever Beautiful en chocolate. Daar heb ik zin in. Ja. Zo, het kommetje heb ik even gevuld. Iets meer bessen er nog bij. Ik ben dus echt gek op deze mixen, omdat er helemaal geen troep in zit. Geen suiker, geen extra enge toevoegingen. Het is helemaal plant-based, organic. En eigenlijk is het gewoon letterlijk verpulverde voeding. Elke mix die je hier ziet, die bestaat uit 5 tot 6 ingrediënten die erin zitten. Dus vaak zit er bijvoorbeeld acai in, bosbessen, chiazaad, kokosnoot. En dat is dus helemaal zo gemalen en gedroogd. Op een natuurlijke manier overigens. Zoals je kan zien heb ik er al wat bij gedaan. Jullie weten inmiddels ook dat ik niet van een perfect gesteld ontbijtje hou. Want ik ga het zo meteen toch allemaal met elkaar mixen. Zo meteen gaat gewoon die lepel lekker zo, hoppa. En dan heb ik gewoon een heerlijk gezond ontbijtje. Tada! En dat ga ik heerlijk op het balkon opeten. Zoals jullie weten heb ik ook altijd een leuke kortingscode. Dat is Elise15 en dan krijg je 15% korting op je aankoop. Weertje hoor. Nou, precies hier ga ik lekker zitten. Ik vind het balkon gewoon een van de fijnste plekjes. We hadden die leuke pot maar even hier neergezet. Want we vonden het best wel eng dat die dat daar een soort gat zit waar de twins misschien doorheen kunnen. Dus nou ja, nu staat hij ook niet goed. Hij staat normaal daarvoor. Ik weet niet waarom hij nu hier staat. Hij heeft vast Wout gedaan. Maar nu ook alle spullen op het balkon staan, ja, zijn we gewoon te bang dat ze er overheen klimmen. Dus eigenlijk laten we ze nooit meer op het balkon. Te risky. Zo, ik heb toch even lange mouwen aangedaan. Want het is iets minder warm dan ik dacht. Het is wel lekker. Maar dacht voor een t-shirt, toch maar niet. In ieder geval, ik heb mijn mannetjes buiten neergezet. En we gaan lekker even lunchen. Boterhammetjes met avocado, een banaan. En ze hebben super lang geslapen. Echt van 10 tot 12. 2 uur. Niet normaal. Lekker. Krijgen jullie nu boterhammetjes? Wil je die? Wil je die? Kijk, leg mama even. Ik geef nooit 100 boterhammen tegelijk. Maar altijd steeds 1. Alsjeblieft. Jij ook? Ja. Ja? Gezondheid. Alsjeblieft. Zo lief.
Kijk, dit vind ik nou leuk. Laatst postte ik dat ik het leuk vond als iedereen boekentips zou geven voor anderhalfjarige lievelingsboekjes. En toen kreeg ik ook een berichtje van Boekwijzer. En dat is een superleuk concept. Je kan hier dus blijkbaar lid van worden. En dan 3 of 4 keer per jaar ontvang je een lijst met allemaal boeken die speciaal leuk zijn voor de leeftijd van jouw kinderen, voor jouw gezin. Dan moet je ook aanvinken wat voor genres ze leuk vinden en zo. En dan krijg je dus een lijst opgestuurd en daaruit mag je dan kiezen welke boeken jij wil kopen. En dan krijg je gewoon een box met die boeken. Dus in dit geval, ik heb me laten verrassen, maar dit schijnen allemaal leuke boeken te zijn voor kindjes van 1,5. Mama kwijt. De leeuw in de muis. Wolfje wil naar huis. En Samen hier. En de boeken die Boekwijzer aanbiedt, heb ik van anderen gehoord, zijn allemaal van die hele mooie boeken waar je zelf dan niet op komt. Dus ik vind het zo'n leuk concept dat ik nu misschien wel twijfel of ik wel lid ga worden. Ja. Kids die zijn in bed en wij hebben net gegeten. We hadden allebei totaal geen zin om te koken. Dus toen hebben we een eitje gebakken. Ja, in deze pan. En die hebben we ook alweer opgeknaagd hier lekker op het balkon. En toen zaten we net in de zon en ik voel me gewoon nog steeds niet oké. Dus ik kon die zon al niet aan. Ik dacht, oh alsjeblieft, schaduw. Dus ik heb even die parasol er dicht bij mij gezet. Maar Wout zei ook, ik ga naar binnen. We kunnen het gewoon niet meer aan. Mogelijk. Wij zijn echt van die Nederlanders die klagen als het te warm is. Die het te heet vinden. Vreselijk hoor. Ja, maar snel. Het is hier het balkon wel echt heel heet. Ja, toch? Geen wind, volle bak zon. We zijn met een fantastisch tv-programma begonnen. B&B vol liefde. Ah, speciaal. Het is genieten. Het is zo tenenkrommend. Even in een notendop. Het zijn dus verschillende B&B, bed and breakfast eigenaren, overal in Europa, Nederlanders. En die zoeken liefde. En dan komen er dus meerdere vrouwen of mannen daarop af, in zo'n huis, in zo'n B&B. Ja, en die situaties, ik kan bijna niet kijken, ik moet het gewoon afdoen ongeveer. Gewoon, soms wil je gewoon gillen. Het is genieten. Heerlijk. Dat wilde ik zeggen, ik ga weer een cappuccino bouwen. Ga je cappuccino maken? Ja, ik heb er gewoon zoveel zin in. Ik vind het zo lekker en zo'n vakantiegevoel. Echt? Ja. Als ik dan gewoon op vakantie, dan ga je uit eten. En dan neem je aan het einde van de avond zo na het eten vraag zo, do you want coffee? You want tea? Ja, het ligt een beetje aan in welk land je bent. Maar hoe is dat is waar. Het is echt vakantiegevoel. Maar dan, ja, dan. Ja, ik heb daar dus nooit behoefte aan. Cappuccino is ook eigenlijk helemaal geen, dat mag helemaal niet in Italië. Een cappuccino na 12 is gewoon verboden, maar ja. Daar heb ik natuurlijk weer een beetje scheid aan. Hè? Gewoon doen wat je lekker vindt. Je blijft maar één keer. Maak je dan geen frappuccino? Nee, ik dacht eerst ik maak een koude. En toen dacht ik, nee, nee, eigenlijk niet. Lekker warm. Ik heb lekker het al warm. Zo warm, dus. Dan doe ik er nog een warm drankje bij. Oh. Ja. Zo. Denk je trouwens dat hij op kantoor maakt helemaal niet zoveel lawaai? Ik vind dat wel gezellig als ze dat ding lawaai maakt. Ja? Ja. Hebben jullie dat ook? Vind je het ook fijn als je koffiestapparaat lawaai maakt? Ja? Vinden jullie dat fijn? Ik vind het ook altijd zo fijn als mijn koffiestapparaat lekker lawaai maakt. Kan ik anderen niet meer verstaan? Heerlijk rustig, momentje voor mezelf. Heb ik even tijd om even terug naar binnen te keren als mijn koffiestapparaat lawaai maakt. Hebben jullie dat ook? Hele moeilijke zin. Wat? Als mijn koffiestapparaat lawaai maakt. En daar moet jij nog iets zeggen. Ik doe dit allemaal voor jou. Dank je. Geen zorgen. Heb ik even lekker een boterham met geitenkaas gemaakt. Proef ik gewoon niks. Ja. Ja, ja. There we go. Joehoe. Lekker voetje. Hoi. Hier nog een voetje. Lekker. Oh, wat knus. Hallo. Hoi. Hoi. Voetje vrij. Oh, zo lekker. Een bruine voet en een witte voet. Dat is echt lullig. Nou. Kan je emoties tonen met je voet? Ja. Jij wel. Zo te zien. Droevig voetje. Dit is een blij voet. Ja. Ah, lalala. Kun je zo je tenen uit elkaar doen? Hè? Ja. Jezus. Zo ver ook. En hoe? Ja, ik kan alles. Doei. Now we made it to the beach. We zijn naar Zandvoort gereden.
lekker vanochtend vroeg. Ik dacht gewoon, let's go. En er was helemaal niet echt mooi weer, niet echt zon. Maar het is alsnog heerlijk, want je zit gewoon lekker zo buiten. We gaan lekker... Helemaal onder zitten. Ik heb alleen dit. Ja. En we gaan even ontbijt bestellen. En we zitten hier helemaal... Ja, zij vinden het helemaal fantastisch. Oké, dit is hilarisch. We hebben dus allemaal eten besteld. Croissants, scrambled eggs. Daar ligt scrambled eggs met zalm. En een juice in mijn hand. En ik denk, hoe ga ik dit nu veilig eten? Want je ziet het al. Luca stormt op jou af. Voor de croissant. Ze zijn allemaal aan het vliegeren. Wolf vindt het prachtig. Zit op mijn schoot. Kijk. Mooi, hè? Ik zit nu op het terras bij George met Fiets. Vet gezellig. En ik had dus, omdat ik ziek was, 9 dagen geen reuk en smaak. Kom ik hier aan, bestel ik een tomatensap. Proef ik het opeens. Heb ik nu lunch besteld. En ik nam net een frietje. Ik heb mijn smaak terug. Ja, hoe geweldig. Nee, geweldig. Dat is niet normaal. Nee, het leven was niet meer leuk zonder smaak en reuk. Ik deed parfum op, rook niks. Nee. Ik ging helemaal lekker koken. Niks heeft rook zin. Niks heeft zin. Nee. Vreselijk. Ja. Zo, ik ga even de bol opruimen. Gelukkig valt het mee. Het enige is dat de vaatwas. Er zitten schone dingen in. Vind ik altijd zo irritant dat je dan eerst dit moet doen. Voordat je alles erin kan zetten. Maar ja, dat is het leven natuurlijk. Nou, dat was toch echt bizar net bij George, toen ik daar met Fiet was. Het was zeg maar de eerste keer, de eerste dag vandaag, dat ik een beetje eruit ben gegaan om iets leuks te doen. Dus ergens te lunchen en we zijn natuurlijk naar het strand gegaan. Want ik voelde me natuurlijk gewoon de afgelopen, nou ja, wat is het, 9 dagen gewoon, ja, echt niet goed. Gewoon niet goed genoeg om iets leuks te ondernemen en het uit huis te gaan. Dus ik was heel veel hier thuis. En dit was zeg maar het eerste leuke ding. En tenminste, vanochtend waren we natuurlijk naar het strand, maar toen proefde ik dus nog niets. En toen gingen we dus bij George zitten en ik neem die tomatensap. En ik proef in één keer weer. En toen, ach, dat is gewoon, ik kan niet uitleggen wat dat is. Het leven is gewoon oprecht minder leuk als je niks proeft en niks ruikt. Heel raar, maar als dat dus weg is, dan besef je pas hoe belangrijk het is. Gewoon, weet je wel, als je dan jezelf insmeert onder de douche, net een lekker geurtje. Of met parfum, of lekkere dingen eten. Echt, mijn leven is vooral heel leuk. Nou, het klinkt weer heel dramatisch en zielig. Maar omdat ik gewoon elke dag wel, ja, hele lekkere dingen eet. En voor mezelf maak of bestel. Of ik ga ergens wat eten. Echt, eten is best wel belangrijk in mijn leven. En als je dan niks meer proeft, dan denk je echt bij alles, waarom zou ik gaan eten? Ja, heb ik echt honger? Nou, een beetje. Dan doe je het dus puur om maar... Ja, te eten om te overleven, maar helemaal niet omdat het dan nou zo lekker is. Ik vond het ook zo ongezellig met Wout die allemaal dan lekkere dingen ging bestellen. En hij ging ook koken en zo. En dan, ja, eet ik het op en proef gewoon letterlijk niks. Zo raar. Ik zat ook echt na te denken van hoe heftig als je dit gewoon permanent hebt. Er zijn mensen die dit gewoon permanent hebben. Of door corona hoor ik nu ook allemaal verhalen dat mensen dit gewoon nu al een jaar bijvoorbeeld niet meer hun smaak en reuk terug hebben. Nou, jeetje, ik kan me nu echt ongelooflijk voorstellen hoe heftig dat is. Nee, echt oprecht, dat wilde ik dus even zeggen. En ik had dus gewoon een griepje, niet eens corona, maar ik raakte dus ook mijn smaak en reuk helemaal kwijt. Daarom heb ik me ook 2 keer laten testen vorige week. Omdat ik zou zweren dat ik corona had. Omdat ik dus ook mijn reuk en smaak kwijt was. Maar goed, ja, ik begrijp er helemaal niks van. In ieder geval, ik ben super blij dat ik echt nu weer een stuk beter voel. En dat ik gewoon weer allemaal leuke dingen kan ondernemen. En dat ik geen corona heb natuurlijk. Dat is ook fijn. Ik ga even een theetje zetten en dan ga ik lekker chillen. Ja, goed.
Wat kijk jij? Olympische Spelen, Japan is aan het woord. Het probleem in Japan is het aantal vaccinaties. Jezus, dat is toch echt niet interessant, dit? Ja, natuurlijk wel. Ik vind voetbal nog zeg maar de grens, maar als we nou ook alles van de Olympische Spelen gaan kijken, dan... heftig dit, opvoeding, heel heftig. Opvoeding. Opvoeding? Hoezo? Vinden jullie dat dit met opvoeding te maken heeft? Ik niet. Ja, dit is gewoon algemene kennis. Het ligt mijn interesse niet. Olympische Spelen. Ik ben iemand die het haat om naar sport te kijken op tv. Kijk ik naar sport of naar achtergrondinformatie? Ik vind bijvoorbeeld ook mensen die naar wielrennen kijken. Nou, sorry, ik begrijp niet wat daar leuk aan is. Nee, dat begrijp ik ook niet. Tennis ook niet. Nee, dat vind ik niet leuk. Ik vind schaatsen zo saai. Schaatsen ook niet. Gewoon, zie je gewoon een wit scherm van het ijs? Met mannetjes zo. Nee, vind ik gewoon ook totaal niks aan. Basketbal. Ja, schaatsen, korte afstanden, sprint, die zijn heel leuk. Gaan ze maar een paar rondjes, moeten gewoon keihard schaatsen, dat is wel vet hoor. Met Sven Kramer, met die wissel, dat weet je toch wel, dat verkeerd ging. Ja, maar ik heb dat dus niet op Mama Supreme gezien, want dat kijk ik niet. Nou, dat vind ik dus wel leuk. Kijk, ik kan ook vet, alleen dat is nooit op Nederlandse televisie. Kan je volgens mij wel kijken, maar dat vind ik wel dik. Ik kan voetbal dan nog het meest begrijpen dat dat leuk is. Ja, omdat je het spelletje als enige begrijpt. Daar heeft alles mee te maken. En zelfs dat begrijp je niet. Ik begrijp dat wel. Heerlijk. Lekker, hè? Bammetje met kaas. Wij zijn de hele week al in een niet-kook-mood. Nee. Echt, komt wel weer. Kwam ook omdat we ons niet lekker voelden. Tenminste, ik voelde me niet lekker en ik ben degene die meestal kookt. Maar ik voel me ook niet super lekker en ik heb toch gekookt deze week. Wat? Deed jij dat of? Ja. Oh. Goed hè? We hadden even de kinderen. Nee. Maar goed. Wij gaan verder met B&B. Gaan we McFlurry bestellen denk ik. McFlurry? Oeh. Ik kan weer proeven, dus nu verleid je me wel. Nee, laten we het niet doen. Als toetje. Je hebt allemaal wit smegma naast je. Nee, ik heb een lekker broodje gemaakt met kaas, tomaat en mayonaise. Of yogonaise. Gadverdamme. Ja, ik koop altijd yogonaise, want dan heb ik het idee dat dat beter is dan mayonaise. Dus met yoghurt. Wat ben ik wit? Sorry, is dit mens naar het strand gegaan vandaag? En jij bent gewoon duo penotti, zo bruin, gewoon alsof je net uit L.A. komt, hoi. Ja, en ik ben gewoon een spook. Van al die jaren reis heb ik een soort geheugen, denk ik. Mijn huid. Dat is ook je enige geheugen dan. Dat klopt. Ik kan niet lachen, dan moet ik hoesten. Echt, ik heb meelijden met je. Gaan we nou kijken? We gaan kijken. Vanavond in Bed & Breakfast vol liefde gaan Teun en Mitch de strijd om Roxanne te paard aan. Oké, ik ben disqualificeerd.